We zijn vanavond gealarmeerd vanwege een ultralight vliegtuig dat hier met de doorstart in problemen is gekomen, of met de landing, of althans het was niet helemaal helder. Al vrij snel bleek dat de twee inzittenden gered konden worden en aan de ambulancedienst overgedragen. Alleen er was sprake van mogelijk nog gevaar vanwege explosieven en of brandstoffen. Nou, om die reden zijn we als brandweer erbij gekomen. Ter plaatse bleek de situatie als volgt. De vlieger was hier aan het testen rijden eigenlijk, want het vliegtuig had geen vleugels. Dus hij ging hier op deze betonnen baan reed hij op en neer samen met een passagier. Hij wilde op een gegeven moment rechts het weiland in gaan rijden. Alleen had over het hoofd gezien dat daar nog prikkeldraad zat. Is vervolgens met het vliegtuig over de kop gevlogen. En daarbij zijn dus de piloot en de inzittende licht gewond geraakt. En daarmee was het eigenlijk een incident. Maar ook ja, meer valt er eigenlijk niet te melden. Want de brandstof die erin zit is gewoon de vliegbrandstof. En het kleine explosief wat erin zit is wat gebruikt om de parachute te bekrachtigen. En ook dat is eigenlijk niet echt een bron van gevaar. Dus we konden heel snel de boel veiligstellen. En het wordt nu verder aan de politie overgelaten om het incident verder af te handelen. Maar er is, begrijp ik ook van de collega's, geen niks gebeurd wat met de wet niet mag. Dus hier blijft het bij.